je doet het niet voor je lol, een abortus. Dus als er dan ook mensen voor de deur staan die jou willen ompraten en die jou verkeerde informatie geven en die jou eigenlijk als een soort boeman bestempelen, ja, dat kan heel veel met je doen. Dat kan een hele grote mentale druk op je leggen. Nog een leuk staartje. Vorige week kwamen wij erachter dat Mirjam Bikker en Christoffer van de ChristenUnie banden hebben met websites die desinformatie over abortus verspreiden. En Mirjam Bikker gaf aan dat ze zich totaal niet bewust was van die desinformatie. Maar bent u ook bekend met het feit dat er desinformatie op die website staat? Ik heb hem gisteren niet bekeken, dus ik weet ook niet wat er allemaal op de website staat. Kom maar, ik ga nu even hier in. Ja, en vindt uw collega Maarten van Ooyen dat ook? Staatssecretaris van Volksgezondheid. Een beetje gek, zeker als je staat te speechen op een event van een organisatie met websites vol desinformatie. Maarten van Ooyen, die wilde helaas niet met ons in gesprek, maar heeft na het zien van onze uitzending wel een reactie gegeven. Mensen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgen en hulp zoeken zijn uiteraard het best geholpen met informatie die 100% klopt. Er gaat niet kloppende informatie rond. Ik hoop dat de afzenders zich dat aantrekken en actie ondernemen. Ik werk namens het kabinet aan goede hulp bij onbedoelde zwangerschap. Alle organisaties die daarvoor financiële steun ontvangen, moeten kwalitatief goede hulp en kloppende informatie bieden. Ik ga niet over uitingen van zelfstandige stichtingen, zoals Schreeuw om Leven, die niet gefinancierd worden door VWS. Een aantal hele heftige punten, zoals bijvoorbeeld het feit dat je kunt overlijden aan het ondergaan van een abortus, zijn van de website rshulp.nl verwijderd. Dus blijf maar lekker naar ons luisteren. Mijn vriend en ik hebben samen besloten om een abortus te nemen, omdat we er nog niet klaar voor waren. En we vonden het niet eerlijk om nu een kind in de wereld te brengen, terwijl we geen geld hadden, geen plek om te wonen. Niks in mijn leven was daar klaar voor. Het voelde niet als iets wat op dat moment bij mij paste. We waren ook net weer samen. Onze relatie is niet altijd even stabiel geweest. Ik wil dat mijn kind gewoon een goed en gelukkig thuis heeft met beide ouders die samen gelukkig zijn en volledig ook achter de keuze staan. Voor mij was het nodig om een abortus te nemen omdat mijn vriend en ik allebei het gevoel hadden dat onze levens nu niet geschikt zijn om een kind in op te voeden. En we willen dat echt pas doen wanneer onze levens daar ruimte voor hebben. Ik denk dat ik een alleenstaande moeder zou zijn. En dan had ik elk dubbeltje moeten omdraaien. Iemand die al jarenlang strijdt voor abortusrechten is Rebecca Gompertz van Women on Waves. Zij heeft wereldwijd duizenden vrouwen geholpen door hen aan boord van haar boot te halen in landen waar abortus niet is toegestaan. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Ik heb vandaag met haar afgesproken om samen een stukje door Amsterdam te varen. Rebecca, je vaarde voor Greenpeace en ja. Toen dacht je, ik moet eigenlijk een schip hebben wat ik puur en alleen kan gebruiken om abortussen uit te voeren op plekken waar het niet kan. In internationale wateren valt het onder het wet van het schip van het land waar het schip is geregistreerd. Als het een Nederlands schip is, is het een Nederlandse wet. Als het een Oostenrijkse schip is, is het een Oostenrijkse wet. En het idee was dus, je ga naar een land waar abortus illegaal is. Dan neem je vrouwen aan boord en vaar je naar internationale wateren. Dat is 12 mijl, ja. Buiten de kust is ongeveer 1,5 uur varen. Nou, dan val je dus niet meer onder de strafwet van dat land. Ah, ja. En dan kan je die vrouwen helpen met toegang tot veilige en legale abortus. Wauw, dus wat jullie deden was, alles was eigenlijk gewoon legaal? Ja, het alles was een legaal. Een truc eigenlijk. Ja, nou is het natuurlijk zo dat er sommige mensen dat daar niet mee eens waren. Dus we hebben wel ook rechtszaken gehad. Of bijvoorbeeld in Polen werden we aan de ketting gelegd. In Portugal kregen we oorlogsschepen op ons toegestuurd. Dus we mochten het land niet invaren wat? Daar. Dus er waren altijd wel allerlei toestanden. Oh, leave her alone. We have to go back. We don't want them to jump on. We don't want them to protect on the ship. Come on. Hoe ging zo'n behandeling aan boord eraan toe? Nou, voor een abortus heb je twee verschillende medicijnen nodig. Ik heb ze bij me. Kijk, dit is de abortuspil. Het enige wat het doet is het blokkeert progesteron. En dat is het hormoon wat nodig is om de zwangerschap intact te houden. Nou, het is niets schadelijks aan, echt helemaal niet. Bijvoorbeeld paracetamol heeft veel groter risico voor de gezondheid
dan de abortuspil. En die kan je overal in de drogist kopen. Ja. Een dag daarna, 24 uur later, neem je 4 van deze tabletten. En dat is misoprostol. En deze wat die doen, die veroorzaken contracties van de baarmoeder. Dus dan gaat de baarmoeder samentrekken, waardoor de zwangerschap wordt uitgedreven. Wat ik me afvraag, waarom koos je voor zo'n opvallende aanpak met zo'n schip? En waarom zou je niet beter in het geheim opereren als het in een land illegaal is? Nou, ik denk dat deel van de illegaliteit is taboe en het zelfcensuur die mensen hebben. En als je wil dat de wereld verandert, dus echt fundamenteel, dan moet dat taboe moet weg. Ja. En dan moeten mensen erover durven praten. En natuurlijk op het moment dat je dit heel duidelijk open doet en je zegt, dit is gewoon een mensenrecht, hier hebben vrouwen recht op. En dat is het ook. Dat is het ook volgens internationale mensenrechtenverdragen, is het ook een mensenrecht. Dan maak je iets bespreekbaar en dan doorbreek je iets in die maatschappij, waardoor ook meer mensen erover durven te praten, maar ook meer mensen kunnen laten zien dat ze het ermee eens zijn, dat ze dat ook vinden. Als mensen denken dat het normaal is om tegen abortusrechten te zijn, dan zullen mensen niet zo snel zeggen dat ze het wel zijn. Maar op het moment dat je dat gesprek opengooit en je zegt, maar het is niet normaal om tegen abortus te zijn, dan voelen andere mensen zich ook gesterkt. En dan durven ze ook te zeggen, ja, maar eigenlijk vind ik ook dat het terecht is van vrouwen. Zoals Rebecca op internationaal niveau strijdt voor toegang tot veilige medische zorg, zo gebeurt dit ook op kleinere schaal in Nederland. Onder andere door abortusbuddies. Zij begeleiden mensen veilig naar een abortuskliniek. Abortusbuddies bieden niet alleen mentale steun, maar zorgen er ook voor dat mensen die naar de kliniek gaan, geen last hebben van anti-abortusdemonstranten. Famke, waarom ben jij abortusbuddy geworden? Ja, de gedachte dat iemand daar alleen doorheen moet, terwijl die eigenlijk met hele andere dingen in het hoofd bezig moet zijn op dat moment. Namelijk gewoon de afspraak die staat. En dat een beetje weg te kunnen nemen, dat is denk ik waarvoor ik het in eerste instantie wilde doen. Ja, en eigenlijk gewoon om de mensen die naar een kliniek gaan te beschermen. Ja, misschien in eerste instantie vanuit een soort van tegenreactie. Dat ik iets wilde doen tegen de anti-abortusdemonstranten. En al snel kwam ik erachter dat het nog veel meer is dan dat. Omdat ik gewoon voor iemand een ervaring die of spannend kan zijn of soms wel vervelend, maar neutraal kan allemaal. Om die in elk geval zo soepel mogelijk te laten verlopen. Want soepel verlopen doet het niet altijd. Bij abortusklinieken wordt soms luidkeels gedemonstreerd door christelijke pro-life organisaties. En daarbij gaat het er soms hard aan toe. Je weet ook hoe je kindje aan het eind komt. En als het ouder is, dan gaan ze het met een tang worden wordt het verkleind, zeg maar. Zo worden armpjes en beentjes eraf gehaald. En er is ook onderzoek geweest dat er al bij heel jonge foetus een gevoel is. Dus het lijdt ook heel erg pijn. Oké, terug naar Famke. En stel dat ze wel naar je toe komen of dat ze je wel op een andere manier intimideren, dan dan kun je echt technieken gebruiken van bijvoorbeeld dat je gaat inhaken. En inhaken, wat is dat? Ja, dat ik eigenlijk de kliniekbezoeker, dat ik gewoon de arm neem, zeg maar, dat je samen steviger staat. Dat lijkt me wel een fijn idee, ja. Ja, of en ook de dingen die je dan het beste kan zeggen. Maar om dan toch duidelijk je grens daarin aan te kunnen geven en te zorgen dat je geen opening geeft voor een demonstrant om naar je toe te komen. En nog feller te worden en nog meer drama te veroorzaken. Ja. Want dat is het uitgangspunt, deescaleren. Ja, deescaleren, dat is absoluut echt het uitgangspunt. Oké. Ja, want je zou verwachten dat het best moeilijk is om dan je emoties in toom te houden. En... Ja, ik denk ook wel dat dat wel is waarom het buddy zijn niet voor iedereen geschikt is. Want je kunt wel heel erg het gevoel hebben van ik wil hier iets aan doen en daarom wil ik abortusbuddy worden, maar dan moet je misschien op een andere plek zijn. Maar wat zijn dingen waar je wel tegenaan loopt in je werk als buddy? Ja, ik geef bijvoorbeeld ook wel eens wat interviews en dan vinden ze me online wel. En dan krijg je wel hele nare verwensingen. Lijkt me wel lastig, want hoe ga je daar dan mee om voor jezelf? Ik denk dat ik het lastigste eraan vind dat ik op dat moment heel goed besef dat dat dus ook is wat andere mensen die wel voor abortus kiezen over zich heen kunnen krijgen. Ja. En dat dat dus ook duidelijk een van de redenen is waarom sommigen er misschien voor kiezen om niemand in vertrouwen te nemen en om een wildvreemde, namelijk mij in dat geval, als buddy mee te nemen. Iemand heeft op straat wel eens tegen mij gezegd of de vraag gesteld waarom ik het wilde doen en dat er altijd een andere uitweg was en dat het niet mocht wat ik wilde gaan doen. Maar ik ben van mening dat de mensen die daar staan zich wat meer zouden mogen inleven en invoelen in de mensen die
de abortus ondergaan. Je doet het niet voor je lol, een abortus. Dus als er dan ook mensen voor de deur staan die jou willen ompraten en die jou verkeerde informatie geven en die jou eigenlijk als een soort boeman bestempelen, ja, dat kan heel veel met je doen. Dat kan een hele grote mentale druk op je leggen. En zoals ondertussen duidelijk is, die mentale druk willen wij de wereld uit hebben. Het is geweldig dat de abortusbuddies zoals Famke en strijders als Rebecca hulp bieden om de gang naar abortus makkelijker te maken. Maar eigenlijk zouden zij helemaal niet nodig moeten zijn. En daarom is het zo belangrijk dat abortus onderdeel wordt van het reguliere zorgstelsel en niet meer in het wetboek van strafrecht staat. Gelukkig draait ons burgerinitiatief om dat voor elkaar te krijgen op volle toeren en zijn we de benodigde 40.000 handtekeningen ruim gepasseerd. Volgende week zetten we ons burgerinitiatief nog één keer op de kaart. Oeh, ze keek lang naar mij. En ik heb goed nieuws. Want hoe staat het met die handtekeningenactie? Nou, ik heb goed nieuws. Want wij hadden 40.000 handtekeningen nodig om het burgerinitiatief in te dienen bij de Tweede Kamer. Zodat zij er verplicht over moeten gaan praten. En de teller staat inmiddels op